We gaan het nu hebben over de Dordtse markt met Esther Donkervoort, Bert de Boer en Tom Hartman. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Hoi, ik ben Tom Hartman, 30 jaar. Ik kom voor de Dordtse markt. Nou ja, daar speel ik Sylvester, onze muzikant. Zodoende. En u? Mijn naam is Esther Donkervoort, maar ik ben ook Greet van de Bloemenkraam. Mijn naam is Bert den Boer en ik ben in het stuk wat we spelen degene die de koffie rondbrengt op de markt. Kunt u wat vertellen over de voorstelling Dordtse Markt? Zal ik iets, een tip van de sluier? Kijk, op die markt zijn er een aantal kooplui en zoals gezegd de koffie rondbrenger. En er zijn allerlei ontwikkelingen die het lastig maken voor die kooplui om daar te kunnen blijven staan. Dat is natuurlijk heel spannend. En daarnaast speelt die onderlinge verhoudingen tussen de kooplui en met name rondom de bloemenvrouw. Daar gebeuren allerlei dingen die waar je als publiek naar zit te kijken van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. En dat wordt eigenlijk langzaam in het stuk duidelijk. We gaan naar een soort apotheose toe aan het eind denk ik dat, en daar speelt Tom bijvoorbeeld nog een rol in, maar dat kunnen we natuurlijk allemaal niet verklappen. Nee, dat klinkt wel veelbelovend. Ja, wat voor rol speelt eigenlijk dan muziek in de show? Wat voor rol speelt muziek in de show? Ja. Ik denk dat het daarin is het een stuk ook de saamhorigheid van de markt. Dus daarin benadruk ik het ook vanaf dezelfde de emotionele kant. En wat het daarin, het voegt het eigenlijk nog een extra diepe emotionele, maar ook een humoristische laag. Hè? Dus de emoties kunnen de meerdere kanten op gaan. Laag aan het stuk. En omdat er ook samen wordt gezongen, creëert het ook een gevoel van saamhorigheid. Onder die marktkooplui. En dan is daarmee ook het idee dat in het stuk en ook in het overdragen naar het publiek, dat zij dat ook weer meenemen in hun alledaagse leven. En ook vooral wanneer ze naar de markt gaan. En ook daarin dat stukje appreciëren dat het zo is. En dat ook dat het verhaal wat wordt verteld, gelukkig niet de realiteit is van de Dordtse markt. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat als je de voorstelling gezien hebt, ga je daarna altijd anders naar de markt. Oké. Wat waren eigenlijk de belangrijkste onderwerpen die je hebben gespeeld waar dit over gaat? Een belangrijk onderwerp is dat er ontwikkelingen zijn waardoor de marktkooplui niet zeker meer zijn van een vaste plek. Dus dat betekent dat als jij daarop rekent dat je eigenlijk gegarandeerd een plek hebt en je krijgt te horen van de marktmeester, die spreekt namens de wethouder, dat wellicht gaat veranderen. Ja, dan is er natuurlijk meteen paniek in de tent, want je pensioen zie je verdwijnen als je wat ouder bent. Je hebt die jaren aan je klantenkring gebouwd. En ja, wat moeten die klanten zonder jou en jij zonder die klanten? Dus er is enorme onrust onder de kooplui dat dit misschien te wachten staat. Ja, en Esther, hoe zijn jullie als groep eigenlijk bij elkaar gekomen? Want jullie hebben heel andere achtergronden. Dat klopt. We doen in het dagelijks leven allemaal iets heel anders. Dus daar kennen we elkaar niet van. Maar ja, vooral eigenlijk uit het Dordtse culturele. En dat gaat best wel ver terug. Onze naam is het Dordtse Zuigkintet. We hebben ooit eens in het ver verleden op een culturele avond heeft Bart van Aanholt gedichten voorgedragen. Waarbij wij met stofzuigers de muziek maakten. Dus vandaar de naam ook Zuig toen nog. Kwartet en inmiddels quintet. Ja, en wat zijn, als jullie aan het repeteren zijn, dan eigenlijk de uitdagingen die jullie hebben? Wij zijn geen beroepstoneelspelers, dus het is best wel hard werken voor ons. Ja. Zoals Bert al vertelde, Petra Revet helpt ons enorm om ons echt vanuit die rol, vanuit die personage te laten voelen, maar ook naar elkaar te gedragen. En Bert, waar kunnen de mensen jullie show komen bekijken? Ze kunnen, voor ons is het heel simpel, 4, 5 en 6 oktober, vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag, kunnen ze dat komen bekijken indoor. Dat is het oude gebouw van de Munt, waar vroeger ook muziekles werd gegeven trouwens. En daar kunnen mensen komen kijken en ze kunnen kaartjes kopen via de website. En die ken jij uit je hoofd? www.ultradordrecht.nl. En wat is de entreeprijs?
€5? Nee, 7,50. Sorry, 7,50. Jeetje. Ja, alsnog een mooie, alsnog een mooie prijs. Dit waren Tom Hartman, Esther Donkervoort en Bert de Boer over de Dordtse Markt. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.